Welkom bij Marjo's Kookvlog. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we werken met een nanostopper. Dat vind ik echt zo'n onwijs leuk apparaat. En wat ik natuurlijk ook wil vertellen, is dat ik vanaf volgende week, dus vanaf maandag, ik dacht dat het dan de 31ste was, jullie deze nanostopper ook bij mij op de website kunnen vinden. En wat gaan we dan maken? Vandaag gaan we komkommer in het zuur maken. En wat eten wij dan vandaag? Ik heb de pulled pork, Indonesische pulled pork. Dus ofwel pulled pork met een Indonesische smaak. Dat heb ik ook aanstaan. We eten vanavond tomusboontjes en rijst. En wat is er nou lekkerder? Dat als je een lekkere pittige pulled pork hebt, dat je daar een lekkere frisse knabbel bij hebt. Nou, als je dit zou gaan doen en je zou dit in het zuur maken, dan zou je dat eigenlijk een dag of minimaal 24 uur van tevoren moeten doen. Maar dat ga ik dus niet doen, want ik ga het pas vandaag doen. En het leuke is dat je met vacuüm ervoor kan zorgen dat het proces van smaak, dus dat het intrekken van de zuur en de smaken, sneller gaat doordat je hem vacuüm zuigt. Dus wat kan je daarvoor gebruiken? De nanostopper. Wat heb ik alvast gedaan? Nou, ik heb alvast de potten uitgekookt. Dat vind ik natuurlijk wel heel belangrijk, dat je een schone pot hebt en dan kan je hem ook langer bewaren. Doe je nou alles vanavond zeg maar opeten of bij je gerecht opeten, ja, dan hoef je niet uit te koken. Dan is het belangrijk dat je gewoon huishoudelijk schoon hebt. Dus dat je, maar wil je het wat langer bewaren, dan is het wel belangrijk dat je pot in ieder geval uitgekookt is, dus dat die bacterievrij is. Dus ik heb twee potten heb ik alvast uitgekookt. En dan ga ik eerst laten zien hoe je nou met die nanostopper werkt. Ik wil even laten zien. Je pakt een pot met een deksel. En de deksel die draai je even vast. Dan heb je hier twee dingetjes. En die zitten, als je ze krijgt, zitten ze in elkaar gedraaid. En die draai je om. Je zet hier je de snij in en je zorgt dat die pin hier, even goed laten zien dichterbij, je zorgt dat de pin hier aan deze kant zit. Dan zet je je nanostopper zeg maar op je deksel en dan is het een kwestie van duwen. Nou, ik zit er al doorheen, ik dacht dat het nog harder moest duwen, maar dat is niet zo. Dan kan je deze er uithalen. Maar deze zit erin. Dan kan je de deksel ervan afhalen. En dan draai je je nanostopper. Draai je gewoon op je deksel. Of de snijapparaat, zeg maar. En dan moet ik zeggen dat dit is de stoel. Dit is de snijder. En deze zorgt er alleen maar voor dat het gat er ook makkelijk in komt. Nou, je draait hem erop. En doordat je hem erop draait. Moet ik dat natuurlijk wel goed doen. Ik wil weer te snel. Kan hier weer op. En dan is echt een kind kan de was doen. Je draait hem erop. Je hoort een klik. Nog een klik. Nou, hij is er nu doorheen. En ik heb gewoon een gat gekregen. Ik haal deze weer los. Zo. En deze haal ik los. Oh, ik gooi het op de grond. Kijk er wel mee uit, want dat gat, die randjes, die zijn natuurlijk vlijmscherp. Daar moet je je stopper in duwen. En dan kan je je pot vullen. Nou, dat gaan we nu doen. Dat zet ik even hier neer. Deze zet ik even hier neer. Nou, wat gaan we doen? Wat hebben we nodig? Ik heb nodig 150 milliliter azijn. 150 milliliter water. Zo. Dan zet ik mijn gasfornuis aan. Die gaat wel heel hard.
Dan doe ik er 1,5 theelepel zout in. En ik gebruik hiervoor Himalaya zout. En dan doe je 1,5 eetlepel kristalsuiker. Nou wil ik geen suiker gebruiken, dus ik gebruik er erythritol voor. Ook 1,5 eetlepel. En als je hem wat zoeter wil, dan, want erythritol is natuurlijk minder zoet dan gewone kristalsuiker, dan doe je er gewoon net even wat meer suiker bij, erythritol. Nou, dit gaan we oplossen. Zo. Ik pak even een roerverhaal. En ik roer dan een beetje. En ik zet dit ietsje zachter, zodat het rustig kan oplossen. Nou, wat ga ik dan doen? Ik pak mijn potten en die ga ik vullen. Ik heb daarvoor komkommer en die komkommer die heb ik in stukken en de stukken in vieren. Dus ik ga in ieder geval, en waarom heb ik dat zo gedaan? Nou weet je, als je plakjes snijdt, dat vind ik dan weer, dan is het net weer niks. En dit is een mooie bite, dus dit kan je mooi op deze manier doen. Dan heb ik wat rode ui, dat vind ik ook wel lekker erbij. Zo, een beetje hier. Beetje ui. Oké. Zo. Ik doe er nog wat rode ui bij. En ook aan de andere kant. Even kijken hoor. Ja. Hier nog wat bij. Zo. Dan heb ik wat mosterdzaad. Moet dat? Nee, dat hoeft niet. Je kan er eigenlijk alle kruiden in doen die je zelf lekker vindt. Dit is een nieuw potje. Dus ik moet hem even openmaken. En ook dit moet je gewoon naar smaak doen. Je kan de mosterd ietsje laag zetten, want het is bijna gesmolten. Of opgelost, moet je zeggen. En dit kan je gewoon naar smaak doen. Nou, dit zie je natuurlijk ook wel in de augurkjes zitten. Dus een beetje mosterdzaad. Zo. En dan heb ik nog voor de pittigheid een rood pepertje. Nou, die doe ik er ook in. Zo. Hier ook nog wat rode peper. Even eerlijk verdelen een beetje. Zo. En dan kan de deksel erop. Zo. En ook hier de deksel erop. Dat is dom. De deksel kan er nog helemaal niet op. Er moet natuurlijk eerst nog vocht bij. Hoe slim kan je zijn? En belangrijk is dat je, want ik heb in totaal 300 milliliter. Belangrijk is dat je pot met je komkommer en je ui en je pepertjes, dat die onder komt te staan. Dus dat de inhoud van je pot onder komt te staan. Dit is klaar, dit is opgelost. Nou, dan kan mijn zo. Bijna, dus de Himalaya zout is nog niet helemaal volgens mij helemaal opgelost. En wat je ook kan doen natuurlijk, als je denkt van nou, ik vind het eigenlijk een beetje belangrijk is dat je even proeft, hè, van is dit de smaak die ik hebben wil. En voor de ene is het te zuur en de andere is het te zoet. Ik heb er natuurazijn voor gebruikt en je kan er eigenlijk alle azijns voor gebruiken die je zelf lekker vindt. Je kan een kruidenazijn nemen, je kan een appelsiederazijn nemen. Nou, ik dacht van dat doe ik dan niet. In die zin, ik kijk even, want ik heb natuurlijk 2 potten. En ik wil natuurlijk wel dat het helemaal onder komt te staan. En zo te zien heb ik dan net te weinig voor 2 potten. Dus het restantje doe ik weg. En ik herhaal eigenlijk een beetje van wat ik net gedaan heb.
Deze zet ik even hier en ik doe de dop er alvast op. Zo, laat ik even staan. En dan doe ik de andere gewoon met appelsiederazijn. Dan krijg je natuurlijk weer een hele andere smaak. Ongeveer 150 milliliter. Appelsiederazijn. En dan krijg je een beetje hetzelfde als die gele ingelegde uitjes, weet je wel, die Amsterdamse uitjes. 150 milliliter water. Prima. En het gaat razendsnel, want je ziet wel, in die korte tijd kan ik twee keer mijn verhaaltje maken. Oh, soms is dat een beetje vervelend. Het is een heel handig apparaat, mijn gas van huis. Maar soms is het een beetje lastig. Als je te snel wil, dan gaat hij uit. En dat is de veiligheid van mijn gas van huis. Eigenlijk alleen maar heel handig. Okay. Nou, wat ik al zei, ik moet even mijn lepels pakken. Het is 1,5 theelepel, 1,5, 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
liter, dat is natuurlijk naar eigen smaak, hè. Ik zeg wel anderhalf. Maar je kan net zo goed denken van, nou, ik wil gewoon wat meer suiker. Dus ik neem 2 scheppen suiker. Want ik wil hem wat zoeter hebben. Dus maar net wat je zelf lekker vindt. En ik doe 1,5 schep. 1,5 eetlepel. Even goed kijken dat ik wel nog iets had. 1,5 eetlepel. Suiker. Erythritol in dit geval. Zo. En ook nu ga ik weer zorgen dat het smelt. Of smelt of dat het oplost. Ruikt altijd wel heel erg, maar ik wil omdat ik heb hier wel een afzuigkap, maar omdat dat heel veel herrie geeft, ga ik dat niet gebruiken. Maar azijn heeft altijd wel een hele doordringende lucht, vind ik zelf. En nu moet ik wel eerlijk zeggen dat als je een gekleurde azijn hebt, zoals ik dat nu heb, appelsiederazijn, dat je dan het net even wat moeilijker ziet of de suiker en het zout helemaal is opgelost. Bijna. Je ziet hier in het midden zie je dan een heel klein hoopje of een donkere kleur liggen. En wat inhoudt dat het natuurlijk nog niet helemaal is opgelost. In die tussentijd ga ik in ieder geval al mijn nanostopper erop zetten. In het pakketje wat je aanschaft zit ook in ieder geval, ik heb geen flauw idee hoe ze zoiets noemen, maar dat zorgt er in ieder geval voor dat je de boel vacuüm kan gaan zuigen. Door deze, even kijken of die er, hij zit er gewoon niet goed in. Dit kan uit, die is ook klaar. Hij moet gewoon er goed in komen. En hij zou, maar oh, hij gaat zich natuurlijk bol, ik snap het wel, hij gaat zich, ik ben niet zo slim in dat soort dingen. Ik denk, wat gebeurt er nou eigenlijk, maar
als je hier naar kijkt, als je, hier aan, als je hem vacuumzuigt, dan gaat dit ding gaat instaan. En dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat hij stevig op je deksel blijft zitten. Dus we gaan even door met pompen. Dit is niet de bedoeling. Doe het toch niet helemaal goed. Ik moet nog even kijken hoe ik dat verder ga doen. En wat ik er nu precies fout aan doe. Want hij hoort gewoon hier in te zitten. En te blijven zitten. En niet het vocht eruit te halen. Dus dat ga ik daar ook nog even doen. In die tussentijd, ik zet hem even hier apart. In die tussentijd kan ik de tweede pot vullen. Zo. En wat ik al zei, zorg dat het onder staat. Hier had ik ook al dit in gedaan. Deksel kan erop. Ik ga even kijken hoe het wel moet. Want laat ik een leuk filmpje zien en dan ga ik dit. En ik werk normaal gesproken met de zakken. Deze heb ik zelf nog niet gebruikt. Ja, en dan wil ik iets laten zien wat leuk is en wat hartstikke handig is. En dan weet ik eigenlijk niet goed hoe het werkt. Dat is natuurlijk niet zo heel erg handig voor mij. Maar goed, wat ik al, degenen die mij een beetje kennen, die weten ook van op het moment dat ik een fout maak, ga ik het niet wegpoetsen. Want iedereen kan deze fouten maken. Dus ik ga even uitzoeken hoe het in elkaar steekt precies. Hoe ver ik dat moet doen. Misschien moet ik er wat minder vocht in hebben of wat dan ook. En dan kom ik bij jullie terug. Dus tot zo. Okay, ik heb even uitgevogeld wat ik nou moest doen. En wat ik deed was eigenlijk gewoon goed. Kijk, deze die is al vacuüm nu. Dus helemaal onder het vocht staat hij niet. Maar op dit moment is dat niet zo'n ramp. Want wat ik al zei, hij is vacuüm. Dus, en wij gaan dit vanavond gewoon allemaal opeten. Maar zou je dit dan langer willen bewaren? Met vacuümvrij kan dat natuurlijk wel. Zou ik er toch voor zorgen dat al jouw ingrediënten onder het vocht staan. Dus deze heb ik al wel. En het kan zijn dat deze niet lukt vanwege het feit dat mijn dop beschadigd is. Dus dat ik daar een beetje mee geknoeid heb. Maar ik ga het nog een keer proberen. Ik zet de pomp erop en ik ga gewoon pompen. Nee, ik denk dat deze dop beschadigd is. Want wat ik al zei, de andere pot die doet het wel. Deze die doet het, die heeft het gewoon prima gedaan. Je zet het erop op deze manier. Je zuigt vacuüm. Ja, ik kan hem niet verder vacuüm zuigen. En dan zit de dop zit erop. En bij deze op een of andere manier. En ik weet niet of dat nou wat ik er nou precies mee gedaan heb. Maar hij blijft hem. Hoe noem je dat? Hij blijft valse lucht aanzuigen. Met het gevolg dat hij dus ook niet kan uitzetten. Want als je naar deze kijkt, dan zie je dat hij erin getrokken is. En ja, dat kunnen jullie dan net niet goed zien. Maar die is wel vacuüm. En ik probeer nog één keer. De aanhouderwind moet je maar denken. Eens kijken of die nu wel wil. Ik hoor hem ook valse lucht aanzuigen. Dus ik denk dat deze deksel beschadigd is, waardoor dat ik hem niet vacuüm krijg. Dat is gewoon jammer. Ik weet ook niet, ik zie er ook verder niks aan. Maar en je hoort het ook meteen aan het pompen. Als ik hem pomp, hoor je poep. Dat horen jullie misschien net niet. Nu lukt het geloof ik wel. En dat zie ik doordat de belletjes hier zo in de pot komen. En het aan de
pomptrekken wat moeilijker gaat. Kijk, gelukt. Nou, dus je moet wel zorgen, en misschien heb ik dat nog niet, en ik moet het gewoon ook nog een klein beetje leren. Je moet er wel voor zorgen dat jouw dopje goed het gat afsluit. Dus als je hem een beetje scheef hebt liggen, gaat dat natuurlijk niet lukken. Want dan kan hij daar iedere keer de nieuwe lucht door naar binnen laten komen. Bij mij heb ik nu 2 potten. Ik laat ze staan. Ik zet ze in de koelkast. Laat ze daar verder afkoelen. Omdat dat gewoon lekker is als je vanavond bij je pulled pork een heerlijke, knapperige, zure, zoetzure atjar hebt. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. En oh ja, nogmaals, op mijn website www.demarlotte.nl vanaf 31 mei de nanostopper voor de potten en voor de zakken te koop. En mocht je dit nou ontzettend leuke, of niet minder leuk, maar zou je deze film leuk hebben gevonden of de video, abonneer je dan en druk op de bel, zodat je in ieder geval alert bent op het, of alert gemaakt wordt dat er een nieuwe film is gekomen of een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Het is een beetje gestotter geweest deze keer, maar graag tot de volgende keer.